Het is een hele bijzondere dag. Bassie is jarig, hij wordt 86 jaar. En we gaan met een hele stoet van Bassie en Adriaan, auto's en caravans, langs zijn huis als een soort défilé. Ja, om hem te feliciteren en om hem te eren en te bedanken voor al die mooie uren kindertelevisie. Ja. Hij is een echte Vlaardinger. Ja, een echte Vlaardinger. En dus blijft dat ook zo en blijft hij hier wonen. Hij is trouw aan zijn stad. Ja, dit is toch een mooie hulde aan mijn man. Dat heeft hij verdiend, hè, hier. Het is toch bizar hoeveel pers en hoeveel mensen op zijn verjaardag afkomen. Ja, ze gunnen het hem. Dat is ook een factor. Ik sprak net een meisje van 3. Die kent ze allemaal. Ja, heel leuk is dat, hè. Ik durf het bijna niet te vragen, maar kijkt zij naar Bassie en Adriaan? Ja, zij kijkt ernaar. Dat is toch ongelofelijk? Hoe oud is die serie niet? 40, hoe oud is die? Ja, 35, 40. Ja. Het lijkt mij dat u keek. Ja, dat deed ik ook vroeger en nog steeds eigenlijk. De liedjes van Bassie en Adriaan zijn, vind ik, heel erg belangrijk. Omdat er ook qua tekst en de taal en de humor. Dus ik ben echt een Bassie en Adriaan fan. En ik doe dat ook op mijn school. Pas even, de 26 letters van het alfabet.